Zo ziet de opleiding Social Work eruit. Bij Social Work in Holland, locaties Haarlem en Alkmaar, groei je in 4 jaar uit tot een sociaal werker die zich wil inzetten om de kwaliteit van het samenleven te verbeteren. Onze afgestudeerden staan naast de cliënten en werken met hen samen vanuit empowerment. Het eerste studiejaar is verdeeld over 4 verschillende periodes, waarbij in elke periode een thema centraal staat. Je krijgt theorielessen, zoals psychologie, sociologie, recht en methodiek, welke gekoppeld zijn aan het thema van die periode. Daarnaast volg je ook trainingen die horen bij het thema, zoals gesprekken met kinderen en opvoeders. We vinden het belangrijk om al het onderwijs met elkaar te verbinden en het werkveld te betrekken. Dat doen we in de leerwerkplaats. Dit is dus de plek waar alles samenkomt, theorie, trainingen en de praktijk. In de leerwerkplaats heb je ook contact met jouw leercoach en jouw projectgroep. Vanaf de 2e periode in het studiejaar ben je actief in de praktijk, zodat je de opgedane kennis ook kan toepassen. In alle jaren helpen we je met het zoeken naar een geschikte stageplek. We organiseren jaarlijks stagemarkten, waarbij je kennis kan maken met de verschillende organisaties en de werkzaamheden die zij verrichten. Waar en met welke doelgroep jij jouw praktijkervaring wil opdoen, bepaal je zelf. Zo kan je goed de keuze maken waar je jezelf uiteindelijk in wil specialiseren. Het 2e studiejaar is opgedeeld in 2 periodes, semesters. De werkplaats blijft de plek waar alles samenkomt: theorie, trainingen en projectbegeleiding. Je bent ook een dag in de week op jouw praktijkplek aan het werk. In het eerste halfjaar ga je meer de diepte in over het algemeen sociaal werk. En in de tweede helft van het jaar ga je de specialistische kant van het sociaal werk verkennen. Hierin maak je bijvoorbeeld kennis met dwang en zorg en werken met groepen cliënten. Deze basisinformatie heb je nodig om jouw profielkeuze te maken. Deze maak je bij onze opleiding aan het eind van het 2e jaar. Het 3e studiejaar wordt gestart met de profielkeuze. Je kiest uit welzijn en samenleving, jeugd of langdurig complexe zorg. Je zal locatieoverstijgend profielonderwijs volgen voor een half jaar. Na dat half jaar start je met praktijkleren en zal je 4 dagen per week in de praktijk werken. Eens in de 3 à 4 weken kom je terug op school, waar je begeleiding krijgt voor jouw schoolopdrachten en voor supervisie. Het afstudeerjaar gaat door met het werken in de praktijk voor 4 dagen per week. Daarnaast zal je gaan werken aan jouw beroepsproducten waarmee je gaat afstuderen. De begeleiding hiervan vindt op school plaats. Na een half jaar is de praktijkleren afgerond en ga je je volledig focussen op het afstuderen en het afmaken van jouw beroepsproducten. Met jouw beroepsproducten en een eindgesprek laat je zien dat je er klaar voor bent. Klaar om te gaan werken als sociaal werker. Het banenperspectief is goed en je kunt in diverse functies en instellingen aan de slag. Bijvoorbeeld in de verslavingszorg, in de jeugdhulpverlening of misschien ga je wel aan de slag in de wijk. Ook binnen de schuldhulpverlening, GGZ en bijvoorbeeld binnen scholen kun je aan de slag als sociaal werker. Kortom, mogelijkheden genoeg. We zien je graag bij de opleiding Social Work op Hogeschool in Holland.